Gefeliciteerd! U bent een van de eerste deelnemers van Project Amygdala. Project Amygdala is een initiatief van de IRIN, de International Research Institute for Neuropsychology, en richt zich op het verkennen van de herinneringen in het menselijk brein. Met behulp van onze baanbrekende technologie gebruiken wij de amygdala, een deel van de hersenen, om herinneringen om te zetten in geluidsomgevingen. Dit is de eerste keer in onze lange geschiedenis dat het mogelijk is om de herinneringen in het menselijk brein in enig detail vorm te geven. Om een verzameling van herinneringen te kunnen beluisteren, hebben wij de Explorer ontworpen, waar u op dit moment in zit. Wees wel gewaarschuwd. Onze testpersonen bestaan hoofdzakelijk uit gedetineerden. Herinneringen van onze testpersonen kunnen variëren van normaal tot verontrustend. Wij vragen u hier rekening mee te houden voor u verder gaat. Onderwerp: Willem ten Schelling. Status: gedetineerd. Vastgelegde herinneringen zijn opgedeeld in drie categorieën: vreugde, angst en woede. Deze hebben ieder hun eigen audiowereld. U krijgt het geluid voor vreugde recht voor u te horen. Gebruik de groene toets om naar voren te bewegen in de richting van het geluid. U krijgt nu het geluid voor woede te horen. Dit geluid klinkt even hard in uw rechteroor als in uw linkeroor. Gebruik de groene toets om naar voren te bewegen. U bent tegen een begrenzing aangebotst en het geluid van angst is zachter geworden. Gebruik de trackerbal aan de andere leuning om u te draaien, of gebruik de rode toets om achteruit te lopen in de richting van het geluid. U krijgt nu het geluid van angst te horen. Gebruik de trackerbal aan de andere leuning om te sturen. Zorg dat het geluid voor angst even hard klinkt in uw rechteroor als in uw linkeroor. Gebruik dan de groene toets om naar voren te bewegen. Nu krijgt u de geluiden van vreugde, angst en woede tegelijk te horen. Probeer het geluid van vreugde te onderscheiden en ga er naartoe. U bevindt zich nu in een herinnering. Na deze toelichting hoort u de stem van de eigenaar van de herinnering. Voelt u zich vrij om de herinnering tegelijkertijd te verkennen. De zon staat hoog aan de hemel. De vertrouwde geur van mest streept mijn neus binnen. Frisse wind waait door mijn haren. Hier ben ik veilig. Hier ben ik vrij. Ik ben één met de wereld. Één met mezelf. Nergens geesten. Nergens zorgen. Niks dan heerlijkheid om en door me heen. Klik met een van de knoppen van uw trackerbal om het laatste geluid van de oefening te horen. Dit geluid geeft een uitgang aan. Met deze knoppen kunt u dus altijd terug naar waar u vandaan kwam. Ga richting het geluid om de oefening af te sluiten en te beginnen met uw verkenning. Gefeliciteerd! U bent nu vaardig genoeg voor de verkenning van de audiowerelden. Kies een van de werelden om mee te beginnen. U wordt vooral aangemoedigd om elke herinnering die u tegenkomt te verkennen. De tijd die u in de Explorer doorbrengt kunt u zelf bepalen. Als u klaar bent met de Explorer, vragen wij u om uw koptelefoon af te zetten en die op het ervoor bedoelde haakje te hangen.